De 5 voetbalclubs in de gemeente Druten hebben steeds meer moeite om hun sportaccommodaties goed te beheren. Sinds de privatisering van 2012 zijn de verenigingen zelf verantwoordelijk voor de voetbalvelden en de andere accommodaties. Door de hoge materiaal- en bouwkosten, de gestegen energierekening en de meer dan verdubbeling van de OZB-belasting kunnen de clubs nauwelijks nog sparen voor nieuwe investeringen. Dat staat in een informatienota. Naar aanleiding daarvan wil het college van BMW nu onderzoeken hoe de gemeente zou kunnen bijdragen aan het onderhoud van de sportvelden. De crowdfundingsactie voor Kinderboekwinkel Nijmegen is geslaagd. Voor de herinrichting van de winkel is in een maand tijd ruim 65.000 euro opgehaald. Daarmee is het streefbedrag van 60.000 euro gehaald en kan de verbouwing doorgaan. Met het opgehaalde geld kan de winkel grondig opgeknapt worden. Nieuwe inrichting, boekenkasten, nieuwe trap, een extra vloeroppervlakte op de bovenste verdieping. De bedoeling is dat de verbouwing in het voorjaar van 2024 wordt uitgevoerd. NEC speelde zaterdagavond de lastige uitwedstrijd in de Golfsvesten tegen het thuis nog ongeslagen FC Twente. De ploeg van Rogier Meijer moest hopen op een steuntje en dat werd het. NEC kwam zelfs op 1-3 voorsprong met een beauty van een goal door Jury Baas. Toch wisten de Tukkers in de slotfase nog terug te komen tot 3-3. En ben je dan tevreden als trainer met een punt? Een beetje dubbel gevoel natuurlijk. Aan de ene kant denk ik dat we een heel behoorlijke wedstrijd hebben gespeeld tegen een hele goede ploeg. In een uitwedstrijd heb je 3 goals gemaakt. En als je dan voor staat, dan wil je natuurlijk ook die wedstrijd winnen. Dus dat zorgt voor een dubbel gevoel. Uiteindelijk denk ik als jij vooraf zegt, je pakt een punt bij Twente, waar heel weinig ploegen punten halen, dan zou je daarvoor tekenen. Beschrijf de goal. Hoe ging die goal in jouw beleving? Nou, ik heb hem net voor het eerst teruggezien. En ja, Magnus heeft die bal en ik maak loopacties van buiten naar binnen. En volgens mij had die back het niet helemaal verwacht. Ja, ik neem die bal aan en ik kijk naar beneden en ik kijk omhoog. En de keeper die is eigenlijk al best wel dichtbij. Dus de enige optie wat ik nog had is hem eroverheen te chippen. En dat was goed gelukt.